President, een kleine actuele vraag. Er zijn wat problemen op Bigi Poika en omgeving. Ja. Kunt u daar een korte reactie op daar geven? Daar is de minister van de Justitie en Politie en Defensie. Ja. Straks komen ze allemaal bij mij op het kabinet van de president. Dan gaan we alles bespreken en maatregelen treffen die noodzakelijk zijn. Oké, okay, dank u. Minister, even een korte reactie op het gebeuren van vanmorgen. Ik heb aangegeven dat er ook de informatie ook gedeeld is met, via social media en ook andere medium. Hebben dat bericht ook gedeeld. En ik kan alleen maar aangeven dat er vanmorgen dus enkele mannen, zou ik zeggen, de politiepost, annex SBB-controlepost, de Pikin Saron, hebben daar aangevallen. Ze hebben politiemannen daar beschoten en een medewerker van SBB werd meegenomen. Ook twee voertuigen van SBB zijn meegenomen. Men is vervolgens met deze twee voertuigen verplaatst naar Maripaston, waar het een bedrijf van Grasalco is gevestigd. En ook daar hebben ze geprobeerd de mensen te gijzelen. Dat heeft de politie kunnen verijdelen. Waarbij er twee van de gijzelnemers zijn aangehouden. Ze zijn wel gewoon geraakt. Ik hoor dat er ook een dode is gevallen. Dat kan ik nog niet bevestigen. Dat kan u nog niet bevestigen. Is er iemand van de autoriteiten er naartoe om te bemiddelen? De politie is daar ondersteund door de militairen. We zullen wel later boos opnemen. Oké, dank u. Alsjeblieft.